Werknemers van Holland Casino Nijmegen aan de Waalkade hebben vrijdagavond opnieuw gestaakt. Vanaf 10 uur 's avonds legden medewerkers van het casino in heel Nederland het werk neer. In Nijmegen verzamelden enkele werknemers zich voor het pand aan de Waalkade. De medewerkers strijden nu al bijna een jaar voor beter loon en andere arbeidsvoorwaarden. Bijna alle medewerkers doen mee aan de stakingen. Toch wil het bestuur van Holland Casino niet meegaan in de eisen van de stakers. In Park Brakkestein werd afgelopen Pinksterweekend de 33e editie van Music Meeting gehouden. Ruim 10.000 bezoekers bezochten het Wereldmuziekfestival. Naast muziek kon er ook van alles gedaan worden. Zo konden bezoekers bijvoorbeeld een pijnonderzoek van het Radboud UMC ondergaan, Arabisch leren in 20 minuten of via een 3D-bril kijken naar de misstanden in Kenia. Cultuurspinnerij De Fazim was afgelopen weekend het toneel voor het Pinksterfestival Smaakmarkt. Het festival had besloten dit jaar meer muziek te programmeren en dat pakte goed uit. Elke dag ontving het festival enkele duizenden bezoekers. In het Valkhofpark kon in het Pinksterweekend genoten worden van een biertje, van foodtrucks en van muziek. Zaterdag tot en met maandag werden daar voor de 9e keer de Nijmeegse bierfeesten gehouden. Verschillende brouwerijen uit binnen- en buitenland kwamen naar Nijmegen om hun bier te laten proeven.